bon, comme ça si va. Je n'existais pas. Ah. Elle est passée à côté de moi. Hey. Sans un regard. Whatever. Ça va. Ze is er toch niet, dus dat is voor niks nodig. J'ai dit Aïcha. Tu vois? Et pour toi. Ik ga deze ook zetten. En de bijou. Wat is hier autour de ton cou? Can we start? Yep. Talks to motherfucker Charlie, talks to motherfucker Charlie. Ik heb vandaag een speciale guest. Dat is eigenlijk geen guest voor de band, maar te zien. Ik ken haar al jaren. Zij is altijd zo lang geweest. Ik dacht dat ze misschien basketbal speelde toen ik jong was. Dat is niet waar, joh. Is she still as long as hell? Nee, dat is mijn big sister, maar vandaag is zij een speciale guest. Waarom? Want she has a lot of knowledge. En ze heeft mij ook aangesproken over de Tom van Griek interview, dus ik wou eigenlijk gewoon haar mening weten. Hm? Denk om langs te komen. Graag misschien kun jij het beter uitleggen. Waarom ben jij naar hier gekomen vandaag? Ik ben eigenlijk naar hier gekomen. Eerst en vooral ga ik me voorstellen. Mijn naam is Halima. Ik ben 35 jaar. Ik ben moeder van 4 kinderen. 25? 35. Oh. Oh, dank je. Compliment. Dus ik ben eigenlijk naar hier gekomen omdat ik heb Charlie aangesproken over zijn interview met Tom van Grieken. En ik vond het eigenlijk wel een heel interessant interview, want ik vond persoonlijk dat hij wat tegenstrijdig was bij bepaalde argumenten dat hij aankaarde. Dus dan heb ik Charlie voorgesteld om mij te interviewen. omdat ik eigenlijk sinds kort een hoofddoek ben beginnen dragen. En hij vond het een interessant onderwerp. Klopt. Dus dat is de reden dat ik hier ben. Klopt. Shout-out naar Yves, shout-out naar de schepen van Borgeraal, shout-out naar mijn collega, die pulled up gang. Hoofddoek is inderdaad een hele gevoelige onderwerp. Yep. Maar voordat we naar de hoofddoek onderwerp gaan, wil ik natuurlijk weten van waar jij bent. Oké. Okay. Je roots, Congolees, dacht ik. Nee. Zeker Congolees uit. Nee. No offense. Hè. Natuurlijk niet. Maar go ahead van. Nee. Dus mijn moeder is van Senegal en mijn vader was, want hij is overleden ondertussen, van Mauritanië en Mali. Oké. Okay. Ja. Trouwens, ik heb ook Malinese roots. Ah ja, klopt. Ja. Ja. Jij bent hier geboren of waar ben jij geboren? Ik ben hier geboren. Ik ben in Antwerpen geboren en getogen. Serieus? Ja. Damn, 35 jaar geleden. Ja, 35, hè? Was je sorry, ik dacht dat je 85 bent, nee. Sorry. Nou, 35 jaar geleden. Oké. Wauw. En hoe heb je dat ervaren? Want ja, geboren in Antwerpen rond die periode was een klein beetje moeilijk, denk ik. Nee, ik begrijp niet. Wat moet ik begrijpen? Oké, kijk. Ik wil je geboortejaar niet zeggen, maar ik ga gewoon zeggen. Dus dat is 86, je moet 85. Ja. Ik ben geboren, 85. 85, was je nu in 92, in, ja. Die, in die periode al. Mm-hmm. Discriminatie was hard, racisme was hard. Ja. En je moet ook de taal leren. Mm-hmm. Hoe heb jij dat moeten doen? Om eerlijk te zijn, omdat ik hier geboren ben eigenlijk, kan doen? Ik er eigenlijk niet echt over spreken. Mm-hmm. Want wat jij hebt ervaren bijvoorbeeld en wat ik heb ervaren, denk ik toch wel dat dat verschillend is. Maar op één vlak kunnen we wel, kunnen we het wel gelijk geven eigenlijk. En dat is het racisme eigenlijk. Ik denk dat iedereen, als ik het zo mag zeggen, dat een ander kleurtje heeft of zo, of dat er misschien anders uitziet, toch wel iets heeft mee. Te maken heeft gehad met racisme. Op jonge leeftijd? Ja. Op jonge leeftijd gaan ook? Ja. Heb je een voorbeeld ervan? Of? Goh, ik heb voorbeelden, als je wilt. Ja, dat is belangrijk. Een voorbeeld dat ik kan aankaarten is... ik was ooit met 2 vriendinnen, gingen wij eten in de McDonald's in Antwerpen. En we kwamen terug van school en op een gegeven moment, we waren rustig aan het zitten, was er een Belgisch koppel, blank Belgisch koppel zal ik maar zeggen, en ze zaten net achter ons. En uit het niets begonnen ze gewoon te smijten met hun hamburgers naar ons. Maar het was echt een volwassen koppel, hè. Het was echt, ja, ik zou schatten, rond de 40 jaar of zo. En ja, waarom? Geen reden. Ik geef toe, we hebben ons natuurlijk niet laten doen. We zijn opgestaan. Een vriendin van mij heeft dan haar hele bord naar dat koppel gesmeten. Dus we hebben ons niet laten doen. Maar uiteindelijk is de manager van de McDonald's naar boven gekomen.
En de eerste persoon die ze dan buiten hebben gezet, waren wij. Dus wij kregen echt de kans niet om uit te leggen wat er eigenlijk gebeurd was. Dus we werden gewoon buiten gezet uit het niets. Dat is al één vorm van de zoveel voorbeelden dat ik kan geven. Ja. Maar als toen in vandaag de dag, dat is nog steeds gaande, racisme. Ja, tuurlijk. Tuurlijk, dat is nog. Ja. Nee, zeg maar. Nee, zeg maar. Sorry, voor nee, nee, zeg maar. Nee, vandaag de dag is dat nog steeds gaande. En ook met de rellen in Brussel bijvoorbeeld. Ik ga niet specifiek over de dood spreken van die meneer. Maar gewoon de rellen van Brussel worden de buitenlanders dan automatisch ineens. In hetzelfde hoekje gestoken. Voilà. Ja. En ik heb ook tegen meneer Van Grieken gezegd, tenminste Tom trouwens. Ja. Sorry. Ik heb ook tegen hem gezegd van, jullie zijn snel om buitenlanders die titel te geven. Ja. Maar misschien waren er ook andere mensen. Klopt. Maar, en iedereen is altijd snel. En om gewoon een voorbeeld te geven, en ik heb dat op tv gezien. Hè. Ja. Amerika, er waren een paar blanke Amerikanen, die politie trouwens, die ergens hebben gereden en die hebben stenen gewoon op de grond gelegd. Mm-hmm. Die zijn doorgereden. Voor een bepaalde gebouw. Ja. Tijdens de Black Lives Matter thing. Mm-hmm. En dat is om gewoon te laten zien van, ze willen ook dat wij, de buitenlanders dan, dat wij die titel blijven krijgen, denk ik. En, ook, en zo gaat racisme ook blijven bestaan, denk ik. Mm-hmm. Mijn zoon moet geen racisme kennen. Ja, maar sorry dat ik onderbreek, maar ik denk dat de volgende generatie heel weinig, zou ik zeggen, ik zal niet zeggen nooit, maar weiniger, allee, minder te maken gaan hebben met racisme, denk ik. Zolang dat een klein beetje bestaat, denk je dat dat nog steeds een groot probleem gaat zijn? Ja, het gaat altijd wel een probleem zijn, dat niet, hè, maar racisme, ik denk niet dat dat van vandaag bestaat, hè. Dat bestaat al langer dan dat je je kunt inbeelden. Maar ik denk dat de volgende generatie, allee, ik hoop het eigenlijk, daar minder last gaan van hebben. Waarom? Omdat er beginnen meer en meer mengelingen te zijn. Ja. Snap je? Ik heb een voorbeeld. Ja, ik ben zelf dus, ik ben van Mauritaans, Senegalees, Malinese afkomst. Maar mijn man is half Italiaan, half Marokkaans, half Soedanees. Dus mijn kinderen hebben 6 mixen. Om een voorbeeld te geven, dat er, snap je, dat is maar één. En ik weet dat er zijn mensen die er meer hebben natuurlijk. Maar ik denk wel dat de generatie van onze kinderen daar minder mee te maken kan hebben. Omdat dat meer tolereerbaarder zal zijn. Ja. Trouwens, kom je van een grote familie? Ja, we zijn met, we waren met 7. Als ik me niet vergis, wacht, even denken. Hè. Nee, we zijn met 8. We waren met 8, maar ik heb 1 broer verloren in 2015. Welke broer? Nee, een oudere broer. Hij woonde in Amerika trouwens, in Washington. Wat is zijn naam? Cain Sissé. Sissé is dood. Nee, zeg me niet dat ik. Nee, hij. Nee, niet die basketter. Nee, een andere. Nee, niet Abdel. Je hebt het over Abdel. Nee. Een andere. Nee, want ik ken uw broer al sinds ik klein was. Ja, ik weet het. Ja. Nee, niet hij. Hij woonde ook in Amerika. Maar dat is mijn achternaam. Ja, dat is mijn achternaam. Wij noemden hem Sissé. Oh, hoe is hij gestorven, als ik mag vragen? Welk? Hoe is uw oudere broer? Ja, hij had malaria. Ja, hij ging naar Afrika en daar malaria opgelopen. Dus voilà. Wow. Ja. Dus jullie waren mee echt recipes op met echt, dus drie. Wacht, ik heb 3 zussen en 3 broers. Nee, 4 broers eigenlijk. Okay. Allee, ik had er 4. En jullie zijn allemaal opgegroeid in Antwerpen? Nee. Allee, ja, eigenlijk wel, maar ik denk de 3 oudste, die zijn in Afrika geboren. Ja. Daar geboren, maar hier opgegroeid, in Antwerpen? Ja, hier opgegroeid. Oké. Okay. En welke scholen? Ik. Ja, jullie allemaal. Want meestal gaan maar als ik moet ik samen opvallen? Wauw, je bent niet samen opgegroeid. Nee. Ik zat op Merjean, Sint-Lievens College. Sint-Lievens College. Ja. Ook afgestudeerd middelbaar? Ja, afgestudeerd. Ik heb een middelbaar afgemaakt. Dan ben ik dan 2 jaar verpleging gaan studeren. Maar dan ben ik gestopt. Dan ben ik stewardess geweest. En ja, zo ben ik dan. Nu werk ik voor een privébank. Okay. Privé? Allee, ja, voor een bank. Een privébank, ja. Het is een privébank, ja. Als jongere dame, wat waren uw ambities? Ha, eigenlijk, eerlijk gezegd, ik dacht meer om... Ja, mijn ambities was sowieso om een diploma te halen. Ik wou eigenlijk interieurarchitect worden, maar mijn moeder vond het nodig om me in te schrijven als verpleegster. Dat ze altijd wel een verpleegster in de familie had gewild. Maar op jonge leeftijd had ik eerlijk gezegd nog niet echt ambities, als ik eerlijk moet zijn. Hè. En wanneer heb je dan je ambities dan? Wel gaat. Eerder na het afstuderen. Nadat ik eigenlijk, tijdens dat ik ben beginnen vliegen eigenlijk als stewardess, had ik zoiets van, nee, ik zie me dat niet heel mijn leven lang doen.
En dan had ik zoiets van, ja, nee, ik wil iets anders doen. Ik wil iets anders doen. En dan ben ik dan interieurarchitect gaan studeren. Maar dan was dat toch ook niks voor mij. Uiteindelijk, hè. Maar ik heb het geprobeerd. En dan ben ik, ja, zo ingerold in de banksector eigenlijk. Dus. Is het erg om geen ambities te hebben als jongen? Gast of dame? Natuurlijk is het makkelijker om... Allee, het is beter om ambities te hebben, omdat je dan natuurlijk naar iets streeft en naar iets uitkijkt. Maar ik denk dat dat echt persoonlijk is. Dat dat afhangt van persoon tot persoon. En oké, je bent afgestudeerd. Was het gemakkelijk om een job te vinden? Eerlijk gezegd, als stewardess was dat niet moeilijk voor mij, omdat ik ook... Mijn oudste zus werkte ook voor die maatschappij, voor Brussels Airlines. En toen ik ben gaan solliciteren, was dat niet moeilijk. Waarom? Ja, dat is een multicultureel sector. Dus op zich, ik denk niet dat die echt zo naar mijn kleur keken, als ik het zo mag zeggen. Dus het was niet moeilijk om aan die job te geraken. Ja, maar ik geef toe dat ik daar wel racisme heb meegemaakt. Hoe? Ja, dat heb, ik weet nog, met mijn eerste vlucht was dat een coach. En dat was een vlucht naar Charles de Gaulle. Maar eigenlijk, Charles de Gaulle is eigenlijk een tussenvlucht. Dat is Frankrijk trouwens, hè? Ja, in Frankrijk, in Parijs. Maar dat is eigenlijk hoe zeg je dat? Dat die dan zo'n stop doen eigenlijk? Tussenstop. Een tussenstop. Laten we zeggen, een tussenstop. Dus ik was aan boord en dus wij moesten de passagiers verwelkomen. Maar Charles de Gaulle staat ervoor gekend dat dat vol met Afrikanen is. Omdat die dan van Frankrijk naar Brussel vliegen en dan van Brussel naar Afrika. Ergens in Afrika. En dus ze kwamen binnen, de passagiers. En op een gegeven moment zegt die coach tegen mij van... Ha, je voelt je thuis, hè? Ja, ik geef toe. Op dat moment heb ik niks gezegd. Ik was jong. Allee, ik had zoiets van, ja, ik wou echt stewardess worden... Dat lijkt me echt een leuke job. En dat is ook een leuke job. Op dat moment heb ik gewoon gezwegen. Ik heb niks gezegd. En ik heb er nog spijt van, ze. Ik heb er echt spijt van. Maar ik denk dat dat iets... Mag ik een vraag stellen? Ja. Natuurlijk, we weten dat dat een racistische opmerking is. Maar kan dat ook bekeken worden als een grap? Nee. Voor mij eigenlijk, alles wat met racisme te maken heeft, vind ik niet... Allee, alles wat dat... In de zin... Allee, hoe moet ik dat verwoorden? Alles wat je grappig probeert te maken in de vorm van racisme, vind ik niet grappig. Ik ga je een ander voorbeeld geven. Ja. We zijn met twee. Jij bent Malinees, ik ben Congolees. Ja. En we komen ergens in een Congolese omgeving. Mm-hmm. Wij horen Fally Poupa. En jij zegt tegen mij, je woont hier thuis. Is dat een racistische opmerking? Goeie vraag eigenlijk. Nee, dat juist niet. Maar... Ja, ik snap wat ik wil zeggen. Dat juist niet, maar... Laat me uitspreken. Ja. Ik denk niet dat dat racistisch is, omdat, als ik het zo mag zeggen, we elkaar begrijpen. Maar als dat van een andere ras komt, als ik het zo mag zeggen, dan kan dat wel racistisch overkomen. Dan is mijn volgende vraag, waarom bekijken wij... Want ik ben volledig mee eens, wat jij zegt. Maar waarom bekijken wij... Allee, als het gaat om, wij begrijpen elkaar. Ja. Is dat niet racistisch? Maar eigenlijk was jij nu met... Die blanke man naar daar gaan en hij zei tegen u, ik ben met hem, en hij zegt, ja, Fally Poupa, jij voelt je zeker thuis. Dan is dat wel racistisch. Ja. Terwijl, daarom zeg ik, en ik ben niet mee, ik ben niet eens met wat Tom zei, altijd. Mm-hmm. Maar er was wel één ding dat hij zei van, we mogen zelf geen grapjes mee maken. Ja, want sorry dat ik het onderbreek, maar waar ligt de grens dan? Inderdaad. Snap je? Maar jij hebt juist hier geen grens gelegd tussen ik en u. Als wij naar daar gaan, je zegt Fally Poupa. Dus de grens gaat er nooit liggen. Waarom? Want wij begrijpen elkaar. Dus mm-hmm. we gaan het tussen ons wel doen. Mm-hmm. En iemand van de buitenkant ziet dat wij het tussen... Waarom mogen ze... En dat is wat ik bleef zeggen. Waarom mogen zij op jullie dat wel doen? En wij niet. Maar dat is, en dan, eerlijk gezegd, we zijn als zwarte mensen, vind ik dat wij hypocrieten zijn dan. Nee, weet je wat persoonlijk, is? Hè? Nee, ik denk van, zolang dat je niet in die situatie bent van die persoon, kun je dat nooit begrijpen. Ja. Dus als Tom van Grieken... zwart was geweest, als ik het zo mag zeggen. Ja. En hij zou die opmerking hebben gegeven aan u of aan mij, dan denk ik niet dat hij dat het verkeerd zou overkomen. Maar het is gewoon, het is een heel moeilijke situatie maar dat is eigenlijk, omdat dat is sowieso verkeerd eigenlijk. Maar ja, ik weet het niet. Dat is hetzelfde met zwarte die zeggen, jongens, stop maar. Ja, dat vind ik, maar pas op, dat vind ik verkeerd. Dat vind ik, want ik heb zoiets van, ja, ze mogen wel de N-word gebruiken.
in rap videoclipsjes of noem maar op. Maar als dat van een andere komt, dan hebben ze zoiets van oei nee. Ik snap het wel aan de ene kant, maar de N-word, dat is sowieso een woord dat niet gebruikt mag worden, vind ik persoonlijk. En ik denk dat als wij Afrikanen, wij zijn er al sowieso tegen, als de N-word van een niet-Afrikaan komt, zijn we er sowieso op tegen. En dan moeten we, persoonlijk moeten wij dat dan ook niet gebruiken in videoclips of noem maar op. Dus daar heeft hij misschien wel een punt op. Wat betreft de N-word, dat is dan ook. Nou, maar inderdaad, kijk, racisme is echt gevoelig. Waarom? Want we bekijken altijd racisme. Allee, ik vind dat sommige mensen racisme bekijken als in van, wel, jij bent een andere kleur, dus jij bent tegen mij, maar tussen ons maakt niet uit. En ik ben Congolees bijvoorbeeld. En ik kan nog veel andere dingen zeggen, maar ik ben Congolees. Sommige stammen zijn gewoon tegen elkaar. Dat is ook een vorm van racisme. Ja, dat is waar. Dat is waar. Dat is ook een vorm van racisme. Dat is waar. Maar dat is licht. Dat is echt gevoel. Ja, klopt. Maar ja, vandaag de dag ben je op je privébank of bank, zeg maar. Draag jij je hoofddoek daar ook? Nee. Nee. Draag daar geen hoofddoek. Ah, en waarom niet? Eerlijk. Het is eigenlijk zo, eerst en vooral moet je weten dat ik eigenlijk sinds kort een hoofddoek ben beginnen dragen. Sinds vorig jaar, ik denk juni ongeveer, juni, juli, rond die periode, want het was in de zomer. Dus toen ik ben gaan solliciteren, ze kenden me niet mijn hoofddoek. Dus ik heb zoiets van, ik moet nog altijd wel hun beleid respecteren, hun regels, laat maar zeggen. Dus vandaar dat ik dat ook niet draag. En ik weet ook dat het waarschijnlijk niet toegelaten is, ook niet. Maar ik heb daar alle respect voor, want het feit dat ik een hoofddoek draag, dat is een persoonlijke keuze. Dus hun hebben er op zich niks mee te maken eigenlijk. Snap je wat ik wil zeggen? Inderdaad. Maar waarom denk je dat het eigenlijk niet zo echt is toegestaan, zo'n hoofddoek op de werkvloer? Waarom? De vraag is eigenlijk, waarom staat de maatschappij dat niet toe? Want het is eigenlijk de maatschappij die op de dag van vandaag bepaalt eigenlijk wat je wel of niet mocht doen. En ik denk dat mijn werkgever zich daar gewoon aan houdt. Dus als een of andere minister beslist van ja, oké, vanaf vandaag mogen de vrouwen geen hoofddoek dragen op hun werk, dan denk ik toch wel dat 90% van de bedrijven in België, of maakt niet uit in welk land, dat ook gaan opvolgen. Ja, want inderdaad, waar ik werk, vrouwen dragen gewoon een hoofddoek. Ah. Ja, ik werk in de Kwadraat. Oké. Die draag gewoon. En waar werkt je? De Kwadraat. Dat is CAW eigenlijk. Ah ja, oké. Ik werk daarin. Maar ik weet niet als alle CAW. Jawel, ik denk het wel. Als ze bij mij mogen, dan mogen ze dat overal denken. Ja. Maar ja, er zijn vrouwen die gewoon met hoofddoeken werken. Wat is de waarde eigenlijk van een hoofddoek? Mijn hoofddoek is eigenlijk, maakt eigenlijk nu deel uit van mijn identiteit. Dus ik hecht daar enorm veel waarde aan, omdat dat ook iets is dat mijn geloof opdraagt. En aangezien dat mijn geloof bepaalde normen en waarden heeft, wil ik mij daar ook aan houden, waaronder de hoofddoek valt. Dus voilà. Dus je hebt mensen die, alleen vrouwen die wel hoofddoek dragen en vrouwen die geen hoofddoek dragen. Ja. Technisch gezien, degene die geen hoofddoek dragen, zijn ze dan technisch gezien minder waard dan degene die wel hoofddoek dragen? Nee, ik denk een kledingstuk of wat dan ook, dat maakt niet uit. Allee, dat heeft geen invloed op het feit dat een vrouw wel of niet goed is of niet. Snap je wat ik wil zeggen? Dus een vrouw die een hoofddoek draagt of een vrouw die geen hoofddoek draagt, dat maakt niet. Allee, dat bepaalt niet het innerlijk van de vrouw, laten we het zo zeggen. Dus het wil niet zeggen dat de ene die een hoofddoek draagt beter is dan de ene die geen hoofddoek draagt. Maar waarom is dan dat is echt misschien een rare vraag, maar waarom is de hoofddoek dan voorgesteld? Voorgesteld. De hoofddoek is eigenlijk bedoeld om de vrouw te beschermen. Het klinkt misschien raar, maar het is ook zo. Waarom? Ik ga je een voorbeeld geven. Stel voor, je hebt een vrouw die een hoofddoek draagt en die helemaal bedekt is. En een vrouw zonder hoofddoek die bijvoorbeeld een minirokje aan heeft en een crop top. Wat zou je meer aantrekkelijker vinden? Ik? Ja.
Well, kennis, hè. Dus wat er in haar zit, niet buiten. Nee, qua uiterlijk. Ik heb het nu puur over het uiterlijk. Oh ja. Wat is meer aantrekkelijker? Aantrekkelijker, dan zal je waarschijnlijk snel naar degene kijken met de rok. Met de rok, effectief. Ja. De vrouw met de hoofddoek is minder aantrekkelijk. Ja, ik snap wat jij bedoelt. Ik snap inderdaad wat je snapte? Bedoelt. Dus eigenlijk, de hoofddoek is eigenlijk gedaan eigenlijk om de vrouw minder aantrekkelijk te maken naar het andere geslacht, laten we zeggen. En dat is ook eigenlijk om de vrouw te beschermen ook. En het maakt deel uit van haar identiteit, van wie dat zij is. En het is eigenlijk zo, de Koran zegt dat een vrouw over haar kuisheid en haar schoonheid moet waken. Dus met schoonheid bedoelen we haar gezicht, haar lichaam, haar vormen. Dus om haar eigenlijk te beschermen, als ik het zo mag zeggen, tegenover het andere geslacht. Dus dat is eigenlijk min of meer de reden dat ik een hoofd opdraai, dat er een hoofd op wordt gedragen. Beschermen van een, tegen de buitenwereld? Niet buitenwereld. Nee, tegen de andere geslacht, sorry. Ja. En ook, sorry dat ik ontbreek, maar een hoofddoek maakt ook deel uit van de vrouw eigenlijk. Eigenlijk als vrouw wil jij je ook uiten als moslima. Het feit dat je een hoofddoek draagt, toon jij aan de buitenwereld ook dat je een moslim bent. En dat je er fier op bent, als ik het zo mag zeggen. Bon, jij moet trouwen. Hoe werkt dat? Hoe werkt dat bij jullie? Ik ben op straat, ik zie mooie vrouw. Hij is zo Nee, dat is... eerlijk, wat betreft het trouwen... Oké, natuurlijk heeft de islam bepaalde regels wat betreft het trouwen. Maar op de dag van vandaag is dat meer cultureel gebonden. En dat vind ik enorm spijtig, want veel mensen mixen de godsdienst en de cultuur. Dus ze kunnen daar geen onderscheid van maken. Zijn we terug bij de racisme? Nee. Dat is ook een klein beetje racisme. Want er gebeurt van, nee, je gaat niet met deze persoon trouwen. Omdat deze persoon zo... Maar ja, op dat vlak wel. Op dat vlak heb je wel gelijk eigenlijk. Ja. En dat vind ik ook spijtig. Want eigenlijk zouden wij als moslim één moeten zijn. Dus één gemeenschap. En als ik eerlijk mag zijn, ben ik daar wel jaloers op de Joden, bijvoorbeeld, want die hebben dat wel. Nee, maar dat is waar, die hebben dat wel. Die hebben echt die stukken samen, als ik het zo mag zeggen. En bij ons, op de dag van vandaag, de islam, dat is gewoon, er bestaan zogezegd verschillende soorten islam, terwijl dat niet waar is, terwijl er maar één islam is. Twee soorten, zeggen ze? Nee, dat bestaat niet. Nee, maar alleen. Er is Soenieten en de Shiiten. Ja. Soenieten zijn degenen die de profeet volgen, Mohammed, vrede zij met hem. En Shiiten zijn degene die, als ik me niet vergis, de neef van de profeet volgen. Ben Laden. Dus ze geloven dat de neef van de profeet de profeet is eigenlijk. Okay. Welke rol speelt islam in uw leven vandaag de dag en ook de mensen rondom u, zoals de scheten van Porgraven? Op de dag van vandaag speelt de islam eigenlijk een grote rol in mijn leven. Omdat dat bepaalt hoe dat ik eet, hoe dat ik me gedraag. Wat ik zeg, hoe ik me kleed, dat bepaalt eigenlijk heel mijn leven. Mm-hmm. Is islam iets dat je sinds dag één al volgt of is dat iets dat je later niet... Nee, eigenlijk iedereen volgt zijn weg, als we het zo mag zeggen. Mm-hmm. Wij zeggen eigenlijk in de islam, dus dat staat ook duidelijk in de Koran, Allah leidt wie hij wilt. Dus dat wil zeggen, als jij geleid wordt, tant mieux, snap je? Er zijn mensen die op jonge leeftijd de islam volgen, hoe dat ook zou moeten. En er zijn mensen die op oudere leeftijd pas tot het besef komen van oké, dat is het. Mm-hmm. Zoals bijvoorbeeld ik. Ik ben op latere leeftijd eigenlijk beginnen te beseffen van... Ja, dat is de godsdienst die bij mij past. Snap je wat ik wil zeggen? Yes. En daar ben ik dan in gevloeid, gerold eigenlijk. Aangezien wij toch... En deze vraag heb je al gezien, dus jij bent sowieso voorbereid. Vertel. Bestaat polygamie in de islam? Polygamie bestaat natuurlijk in de islam, maar... Ben jij ervoor? Welk? Ben jij ervoor? Eerlijk gezegd, ik ben ervoor, omdat dat ook wordt opgedragen door Allah, door God. Dus ik ben ervoor. Het is niet van ja of nee, snap je? Dat maakt onderdeel uit van de islam. Maar als je mij nu de vraag zou stellen van... Deuxième femme. Ik ben nu getrouwd, hè. Als je de vraag... Nee, maar als je mij de vraag zou stellen van... Quatrième. Forget it. Zot.
Yo. Als je me de vraag zou stellen, als ik het zou aanvaarden dat mijn man bijvoorbeeld een tweede vrouw zou nemen, mm-hmm. Nee. Maar de vrouw in de islam heeft ook het recht om te weigeren. Ja. Het is niet van moeten, echt waar. Okay. De vrouw in de islam heeft het recht om te weigeren. Maar het wordt wel aangeraden om dat wel te doen. Als man, snap je? Maar er is een reden achter natuurlijk, hè? Dat is niet zomaar besloten, hè? Natuurlijk. Hij zult ineens zien iedereen... Wat de term was... Ja, maar pas op, dat heeft niks te maken... Polygamie heeft niks te maken met mijn religie, hè? Nee, natuurlijk niet. Maar ik denk gewoon... Dat is ook... Ik snap... Allee, dat is ook... Ik denk dat ook cultuurgebonden kan zijn. Want Afrika... Allee, mijn vader... Zijn vader had twee vrouwen, meerdere kinderen. Blijkbaar in Congo is dat ook zo. Allee, zeg dat... Nee, ik zweer het u. Even serieus. Nee, ik wist dat niet, hè. Nee. Een vriendin van mij zei dat. Even serieus. Nee, echt waar. Ik ook... Allee, ik praat dan over mijn twee opa's trouwens. Ah ja, zie. Ja, zie. Maar er is ook in Amerika zo'n ding, zo'n gemeenschap. Hoe noemen ze? Allee. Ja, ik kan er niet op komen. Die trouwen met meerdere vrouwen. Ja, die trouwen met meerdere vrouwen. Hier mag je dat niet? Hier mag je dat niet. Wettelijk gezien mag je dat niet. Dat is goed ook. Ja. Dat is niet nodig. Mm. Ik ga je testen. Zeg het eens. Wat zijn de vijf zuilen van de islam? Voor wat dingen ze. Ah, wauw. De eenheid, dus het geloven dat er maar één God is en dat de profeet Mohammed, vrede zij met hem, de profeet is. Kun je volgen of niet? Ja, ik ben aan het kijken. Ik heb de antwoorden hier. Ik ken ze misschien niet op volgorde, maar ik ken ze wel. Okay. Twee, ja, het gebed verrichten, 5 keer per dag. 3, Ramadan doen, je moet vasten. Dat is 1 maand, al die 40 dagen in het jaar. Dan 4, zakat, almoes. Oké. Ja, en 5? In Nederland is dat het geven van almozen. Ah ja, oké. Oké. En 5 is hajj, bedevaart. Pelgrimstocht. Pelgrims, ja, naar Mekka. Ja, nee, maar die moeten dat ook weten in Nederland. Hè. Okay. Zij heeft gelijk. Ja, maar geloofsbelijdenis. De rituele gebeden, het geven van almozen, vasten tijdens de Ramadan en pelgrimstocht naar Mekka. Ja. Mijn oma heeft dat trouwens gedaan. Ah ja. In 1999 of zo. Amai. Ja, de Malinese kant, hè. Ja, dat. Maar lezen hier nergens naartoe. Ik denk het ook niet, hè. Die hier rustig blij worden. Wat betekent profeet Mohammed voor jullie? Dat betekent veel, hè. Wanneer de stilte komt. Nee. Trouwens, hij is... Ja, hoor. Profeet Mohammed betekent voor een moslim alles. Hij is degene... Ja. Ik heb ergens op Google gezocht de meest belangrijkste man ter wereld. Ter wereld. Profeet. En hij stond nummer 1. Dus ik denk niet dat het alleen voor moslims nee, was. Nee. Ik heb dat gezien. Ja, hij was de profeet van de islam. Dus Allah heeft hem uitverkoren om zijn boodschap over te dragen. Dus als moslim zijnde... geloven wij in twee zaken. En dat is de Koran, dat is het boek dat werd neergezonden door Allah. Dat zijn de woorden van Allah, laten we het zo zeggen. Allah is God trouwens. En de profeet Mohammed, vrede zij met hem. Hij is degene die dan zijn sunnah, wij noemen dat sunnah, dat wil zeggen zijn manier van leven. En dus als moslim moet je de twee zaken opvolgen. Het is niet alleen de Koran, maar het is ook de manier van leven van de profeet, hoe dat hij heeft geleefd, 1400 jaar geleden. Moet je als moslim proberen om zijn voorbeeld te nemen eigenlijk. Dus ik geef een voorbeeld, als ik mag. Bijvoorbeeld in de Koran staat dat je 5 keren per dag moet bidden. En de profeet, vrede zij met hem, heeft getoond hoe dat wij het gebed moeten uitvoeren. Snap je? Mm-hmm. Maar voor de moslims. Is hij ook iemand die niet... Allee, hij chillde ook... Was hij ook met de mensen die geen moslims waren, bijvoorbeeld? De profeet was met iedereen. Iedereen. Ja. Maar, waarom? Want, sorry dat ik ontbreek, maar in de islam zeggen wij van... je moet goed zijn met iedereen. En zeker met je buren. Ongeacht van waar dat ze komen, ongeacht hun kleur. Want de islam kent ook geen kleur. Dus de profeet was eigenlijk bevriend met iedereen. Maakte niet uit van waar dat je waart, van waar dat je kwam. Om je te zeggen, bij... Toen dat was een tijd dat de moslims moesten vluchten uit Medina, als ik me niet vergis.
En dan zijn ze terechtgekomen in... Ik moet echt letten op wat ik zeg, hè, want ik wil echt geen verkeerde informatie meegeven. Maar ik dacht Ethiopië en de koning in die tijd was een christenen. En de profeet had toen gezegd, vrees hij met hem aan zijn metgezellen, van ga naar dit land, want daar worden jullie goed onthaald en effectief. Om je te zeggen gewoon, dat maakt er niet uit van welke geloof dat je waart. En dat is ook een moslim eigenlijk. Je moet proberen om het beste uit u te halen, om een goede voorbeeld te zijn voor iedereen. En je moet ook iedereen gewoon gelijk behandelen. Want door uw gedrag kun je mensen aantrekken tot het geloof. Snap je wat ik wil zeggen? Begrijpt dat? Inderdaad. En ook ergens, je moet ook niet iemand forceren om... Nee, verder van. Maar de Koran zegt ook zo van... Een godsdienst mag niet geforceerd worden, zo onderdrukt worden. Ja, of, allee, je mag dat niet pushen, als ik het zo mag zeggen. En stel je voor, iemand komt bij u en die zegt... Naar u en zegt... Mohammed... Zijn boodschap was ook... he was spreading hate. He wasn't spreading hate. I didn't say he was. Nee, wasn't. Maar hoe zou ik dat in Nederland zeggen? Dat hij geen haat... Nee, dat hij wel... Nee, maar stel voor iemand zegt dat hij wel haat spreekt, denk ik. Dan zou ik zeggen tegen die mensen van... Dat zijn mensen die dat zeggen, trouwens. Ja, oké. Dat is eigenlijk hun mening, ja. Snap je? Maar ik zou zeggen tegen die mensen van... Leer eerst de islam kennen, vooraleer dat je daar een oordeel uit trekt. Want op de dag van vandaag zijn er heel veel mensen die zomaar dingen zeggen over de islam, negatieve zaken zeggen over de islam, terwijl die eigenlijk daar geen weet van hebben. Snap je wat ik wil zeggen? Die zouden beter eigenlijk op onderzoek gaan, zoals de vorige zei, ik ben zijn naam kwijt trouwens. Nee, ik ben echt een naam kwijt, maar zwart. zelf op onderzoek zou trekken vooraleer dat jij eigenlijk een bepaalde gemeenschap volgt of een bepaalde visie volgt. Tom van Grieken. Tom van Grieken, voilà. En daar had hij wel een punt op. Als ik het shade. Maar ja, dat was een shade. Oké, want ik heb dat toevallig, weet je, ik wist dat jij ging komen, dus ik heb een paar dingen opgezocht en sommige mensen dachten zeggen. Maar ik denk ook dat is de vertaling, want jij kunt, ik zeg niet dat dat zo is, maar je kunt bijvoorbeeld in de Bijbel lezen, you kill him with a hawk of zo. Ja. Dat is, ik bedoelde misschien iets anders, maar jij leest dat zo echt letterlijk en he spread him, Maar wat ik ook wil over spreken is, kansen voor jonge dames zoals u, van dezelfde huidskleur, buitenlander. Krijgen vrouwen meer kansen dan men, denk je, hierin? Op basis van werk. Werk eigenlijk. Education ook, trouwens. Of dat vrouwen meer kansen krijgen dan mannen. En dan heb ik het over de black. Dus, want als jij goed kijkt, jij kent... Je hebt ook vriendinnen en je hebt ook vrienden. Mm-hmm. Je kunt een klein beetje een statistiek geven. Ja. Als je kijkt, wat doen de mannen en wat doen de vrouwen van onze huidskleur bijvoorbeeld? Ik denk dat vrouwen met een donkere huidskleur, vrouwen dan, meer kansen krijgen op vlak van werk dan mannen met een donkere huidskleur. En why, you think so? Why? Omdat... Ja, vrouwen, wij zijn vrouwen waarschijnlijk... Allee, niet slecht bedoeld, hè? Dat is iets goed, hè? Snap je? Maar ik denk dat wij... Nee, ik denk dat wij misschien... Ik weet niet, gemakkelijker in de omgang zijn dan mannen. Ik weet het niet. Maar dat is wel zo. Allee, dat is wat ik merk eigenlijk bij mijn vriendin of zo. Okay. Pas op, maar ondanks dat wij meer kansen krijgen, wil dat niet zeggen dat wij minder te maken hebben met de racisme of zo. Snap je? Nee, maar ik wil dat gewoon weten, want... Nee, maar dat is waar. Ik denk ook. Ik zie ook. Maar zo, zeg maar. Nee, ik denk dat zwarte mannen, ik weet niet, sommige mensen afschrikken, als ik het zo mag zeggen. Maar dat is puur uit onwetendheid ook, hè. Begrijp je? Omdat ik denk dat. Ik let echt op mijn woorden, hè. Dat, laten we zeggen, niet-zwarte mensen een bepaald beeld hebben van donkere mannen. Eerder zo een gangster beeldachtig, zo van zo
crimineel, zwart, groot. Snap je wat ik wil zeggen? Ja, ja, ik snap. Ik ben ooit eens, ik heb dat aan iemand verteld, ik was bij de paardenmarkt of zoiets. Ik was aan het wandelen en er was een vrouw in de auto. En ze had mij gezien, zo in de spiegel. En ineens ik hoor alle deuren. En weet jij, ik ben echt gestopt. Ik heb gezegd, mevrouw, weet je, jullie zwemmen met dolfijnen. Jullie gaan in de jungle met leeuwen. En jullie zien mij hier wandelen. Ik ben niet gevaarlijk. Dat niet. Maar was gewoon dat ik zo gefrustreerd. Ik heb gewoon een snelle grap gevonden. En ze zei, ja, maar ik weet, ja, gewoon van, jullie zwemmen met dolfijnen. Jullie zijn bang van mij. Ik doe niks. Maar dat is inderdaad... Dat is een vooroordeel, hè? Dat is een vooroordeel. Ja. Maar ik denk dat wij ook vooroordelen. Ja, tuurlijk. Nee. Tuurlijk. Hij is Congolees. Hij kan waarschijnlijk dansen. Ja. Ja. Zo zijn jullie ook, zo. Nee, enige dat ik wil begrijpen, ook muziek en islam. Hoe werkt dat? Want ik heb begrepen dat dat niet mocht. Eerlijk, muziek in de islam mag niet. Waarom? Omdat... Muziek kan u doen drijven tot, ik zou niet zeggen, misschien toch wel het plegen van zonde, toch wel. Ik geef u een voorbeeld. Stel voor dat je altijd naar zo'n een of andere rapper luistert die... You should cheat, you should cheat. Voilà, you should cheat, you should cheat. Op een duur, uw mind gaat gewoon denken, you should cheat, et cetera. Dus, snap een beetje? Ik denk dat maar het is ook... Ja, dat is eigenlijk de reden, laten we het zo zeggen. Maar ik heb er toevallig onlangs nog een discussie mee gehad met mijn zus. En ze zei van, voor haar, waarschijnlijk mag... Allee, dus begrijp mij niet verkeerd, muziek in de islam mag niet, maar... Bijvoorbeeld mijn zus, ze luistert wel naar muziek, maar naar muziek die haar niet tot een of andere, laten we zeggen, allee, drive brengt. Snap je? Dat zij... luistert ze dan? Nee, zo meer naar Arabisch muziek. Hè. Okay. Allee, met zo rustig Arabisch muziek, ja. En met normale betekenissen, laten we het zo zeggen. Niet naar rapmuziek of naar vulgaire teksten. Of... Dus van, mijn antwoord is eigenlijk, dat mag hoe niet. Hoe ziet uw playlist eruit? Eerlijk, tot op 2 jaar terug luisterde ik naar muziek. Volle bak dan nog. Maar ik ben ermee gestopt. En ik voel me... Dus vraag me bijvoorbeeld, ik was echt fan van Drake, hè? Maar vraag me nu echt niet wat zijn laatste nieuwe leaken is. Of Rihanna, ik weet zelf niet of hij nog zingt. Zingt hij nog eigenlijk? Rihanna, of Beyoncé of zo? Beyoncé, ja, Blue is geboren. Ja, anyway, don't ask. Ik weet niet wat de laatste nieuwe Rihanna, soundtracks zijn. Of... Ze is meer met kleding bezig. Nee, ja. En nog iets. Zeg het eens. Varken. Varken mag niet. Waarom niet? Omdat een varken eigenlijk alles eet. Kippen toch ook? Niet zoals varken. Een varken eet zijn eigen... Shit. Ja. Een kip niet. Zoek dat maar op. Nee, maar ik weet dat. Okay. Het staat ook in de Bijbel trouwens. Ah, oké. Okay. Ja, dat staat in de Bijbel, ja. Eigenlijk zijn er heel veel gelijkenissen tussen de islam en... Dat was mijn volgende vraag, want daarom blijf je straks ja. Oké. Okay. Welke gelijk... Allee, vind jij dat er zo echt een verschil is tussen... Wat is het verschil tussen het islam en de 2 andere grote geloven dat ik ken? Jodendom. Ja. En ja, Christianity, I guess. Het verschil is de profeten, sowieso. En ook omdat... Dus wij geloven dat iedereen eigenlijk bij de geboorte een moslim is. Iedereen is geboren als een moslim. Wat betekent dat, een moslim zijn? Een moslim is het geloven in God. En erkennen eigenlijk dat de profeet... Dus hij zou ook moslim zijn? Hij is geboren als een moslim, ja. Hij is geboren als een moslim, maar naarmate dat je ouder wordt en ook met invloed van je ouders en et cetera, bepaalt je dat zelf. Of dat je dat zijt of niet, laten we het zo zeggen. Okay. Dus er zijn heel veel gelijkenissen in de 3 geloven. Het enige verschil is eigenlijk de profeten. En ook omdat de profeet Mohammed, vrede zij met hem, is eigenlijk de laatste profeet dat op aarde werd gestuurd. Maar dat wordt niet erkend in het christendom. Maar ik weet niet waarom, want dat staat in de Bijbel. In de echte Bijbel, niet in het Nieuwe Testament, Oude Testament. Oude Testament staat er ook op. Ah ja, de Oude Testament. Sorry, ik bedoel niet in het Nieuwe Testament. Nee, Nieuwe Testament niet. Maar in het Oude Testament is er eigenlijk een verse. Ja, klopt. En er staat eigenlijk... En dat ga ik kort en bondig zeggen, dat is voor de mensen die deze laat gaan zien.
Abraham heeft een zoon gekregen, Ismaël. En daarna heeft zijn echte vrouw een zoontje gekregen. En de opdracht was dat Ismaël moest weggaan. En hij wou Ismaël niet opofferen. God zou hebben gezegd van nee, laat hem gaan. En via hem zou ik later een grote natie creëren in, van ergens in Zuid-Arabië toen. Ja. Maar dat staat in de Bijbel, Deuteronomie 18:18. Dus ik weet niet waarom mensen soms twijfelen. Er staat in de Bijbel, is aangekondigd geweest dat er iemand ging komen. Maar nogmaals, het is hoe mensen dat zelf lezen. Yo, deze is eigenlijk heel interessant. Ik kan nog blijven gaan. Zou jij voor Tom van Grieken stemmen? Hij is de reden waarom ik hier ben. Nee. Maar kun jij een klein beetje, want ik ga haar ook uitnodigen. Hè? Ja. Inshallah, soon. Uh-huh. Uw nicht. Uh-huh. Haar accomplishment. Hoe oud is zij weer? Zeg jij. Nee, 21. Kun jij mij vertellen, kun jij ons vertellen, voor de mensen die deze gaan zien, wat uw nicht doet vandaag de dag? Mijn nicht is verkozen als de jongste schepen van Borgerhout. Borgerhout, oké. Weet je wat dat inhoudt, of moet ik haar roepen? Ja, ze is verantwoordelijk voor... Ik heb niet alles onthouden natuurlijk, maar voor zover dat ik weet, ik denk cultuur. De rest zal zij moeten aanvullen. Nee, ze doet ook trouwfeest. Allee, ze doet ook trouwceremonies. Mm-hmm. Ja, ze heeft nog een paar andere... Ze is verantwoordelijk voor een hele lijst zaken. Maar eerlijk, ik weet dat niet. Die lijst is echt lang. Ja, zij gaat het verder aanvullen. Dat is wel een major accomplishment. Ik denk... De eerste Afrikaans, ja. Allee, donker Afrikaans. Ja. Ik denk dat er wel Arabisch en Marokkaan. Maar dat is wel een major kamp. Maar allee, ik ga haar uitnodigen sowieso. Zij is hier trouwens, yep. Maar dat is voor de next episode. Shout out to you, Miss Schepen van Borgerhout. Yo, nee, voor de rest, wat vind je van Talks with Charlie zelf? Ik vind dat echt super, echt waar. Ja, echt waar. Ik zou zeggen, doe ze voor. Uh-huh. Want ik hoop eigenlijk echt waar dat je echt heel veel mensen gaat kunnen bereiken met uw talkshows, hè? Want dat is echt interessant. Nee, dat is een echt interessante onderwerp. En als je een episode mocht kiezen, wat was je lievelings? Mijn lievelings... ik moet even denken. Tom van Grieken sowieso niet. Ja, was enthousiast voor Talia ook trouwens. Nee, voor Talia was ik echt wel enthousiast. Maar ik heb nog niet alles afgezien trouwens. Van deze en met Stijn keek ik er echt ook naar uit. We gaan daar terug opnieuw. Ja. En de rest, kijk. Ja, er waren ook een paar politiekers, weet ik. In meid was gekomen, Tom van Grieken. Binnenkort Philip de Winter. Ah, echt? Sjaal. Amai, please. Laat me erbij. Nee. Ik heb hem gestuurd, hè, dus Filip, als jij deze ziet, wacht op hem. Maar ik heb nog één vraag. Zeg het eens. En dan denk ik dat deze interview full of knowledge about Islam, about hoofddoeken, about how she likes Tom van Grieken. Deze is de laatste vraag. Dat is niet Shara, we zijn dat linker over. Ja, duidelijk. Somebody just guess. Duidelijk. Allee, no offense, ik heb hier ook wel wat tijden gaten. Kun je over die tijden spreken? Nee, dank je. 24 uur te leven, wat zou je nog doen? Bidden. Gedurende 24 uur? Ja. Wauw, je hebt veel te zeggen. Welk? Je hebt veel te zeggen? Nee, bieden dat ik niet in de hel beland. Oké, dat is inderdaad. Omdat je daar heel je leven gaat spenderen. Ja, dat is heel warm, inderdaad. Oef, dat is letterlijk heel warm. Yo, talks with mother... I'm not allowed to say... Yeah, talks with motherfucker Charlie. It's a classic. Shout-out to my big sister Halima. Shout-out naar iedereen die deze gaat zien. Shout-out naar de schepen van Borgerhout. Collega, I see you. Mr. Bernard. Gang, classic. Volgende, je weet. Next. Nee, ik begin wel comfortabel te worden, maar. Ja. Eerlijk, wat ik wel goed vind aan nu is. In het begin was ik wel gestresseerd, maar je zorgt ervoor dat je zo wel. Tuurlijk, dat is de bedoeling. Zet op je gemak zijt. Inderdaad. Daarom ga ik de beste journalist van de Antwerpen.